Maar dat betekent dat het migratiesaldo in dit land de laatste 11 jaar ieder jaar ongeveer 60.000 mensen die naar dit land komen. Een stad als Leuven telt, ik heb het rap op Wikipedia opgezocht, dus als ik fout ben, ligt aan Wikipedia, net iets meer dan 100.000 inwoners. Dus iedere 2 jaar komt er een stad als Leuven bij. Iedere 2 jaar. Vooruit te kunnen begrijpen van omvang wat er ieder jaar bij komt. 200.000 illegalen in het land. 2 keer de gehele populatie van Leuven. 2 keer. 200.000 illegalen. Wie papieren krijgt in het land mag blijven. Wie geen papieren krijgt, blijft ook. In het conflict in Syrië was er een organisatie van de VN. En die zei, met geld om 1 vluchteling hier in Europa op te vangen, kun je 40 vluchtelingen helpen in hun eigen regio of in een buurland. Als je maar 1 euro 1 keer kunt uitgeven, is het dan gewoon niet veel slimmer om mensen te helpen in hun eigen regio? Ieder werkend immigratiebeleid heeft een slotstuk. Dat is terugkeer. Zonder terugkeer, zonder stok achter de deur, kunt je geen werkend migratiebeleid voeren. Beeld u in dat je alle examens mocht gaan afleggen. Maar of dat je nu slaagt of niet, maakt niet uit, je mag toch naar volgend jaar. Beeld u dat je moest studeren voor dat examen. En zij die geslaagd zijn, die mogen naar volgend jaar. En zij die niet geslaagd zijn, die mogen ook naar volgend jaar. Ja, de kennis uit de groep gaat zeggen, ik heb ervoor gestudeerd. Ik kan volgende keer terugstuderen. Ja, dat gaat niet gebeuren. Uw eigen binnengrenzen controleren. Wij moeten terug opnieuw baas kunnen worden over onze eigen grenzen. Mensen die zeggen, u hoort dat soms, je kunt je grenzen niet controleren, je kunt je grenzen niet op slot doen. Tja. In tijden van corona konden we de grenzen toch op slot doen. Er werden zelfs containers geplaatst midden op de weg dat je de grens niet kon oversteken. Als Franke zegt dat hij met de PS wil samenwerken, als de NVA, als Bert de Wever hoopt op een historische kans met de PS, als de NVA er niet mee sloeg met de Droomcoalitie, met Zweeds, met MR en CD&V om een strenger migratiebeleid te voeren. Ik geloof in veel dingen, maar ik geloof niet dat een coalitie met de PS een strenger migratiebeleid gaat opleveren.